Ik sta bij PI De Schie in Rotterdam en hier binnen kijken ze ook graag naar ons programma. En zeker naar het volgende item. Twee mannen lopen met jerrycans vol benzine het parkeerterrein op en steken auto's van personeelsleden in brand. Ze zijn daarbij gefilmd. Op maandag 17 mei om ongeveer 1 uur 's middags lopen twee mannen over de Jonkersbrug in de richting van de parkeerplaats van PI De Schie aan de Jonkersweg in Rotterdam. En op de parkeerplaats staan de auto's geparkeerd van het personeel dat werkzaam is in PI De Schie. Nou, de mannen lopen de parkeerplaats op. Ze hebben allebei een jerrycan bij zich. Eén een donkere en de andere een groene jerrycan. En ze overgieten een aantal auto's met brandbare stof. En uiteindelijk steken ze twee daarvan in brand. Lopen vervolgens weer terug over de Jonkersbrug en verdwijnen in de richting van voetbalvereniging Het Witte Dorp. Beide mannen dragen donkere kleding. De man met de groene jerrycan draagt een bril met een rechthoekig montuur. De man aan de linkerkant heeft een opvallend embleem op de borst van zijn hoodie. De kijker van bureau Rijnmond kan ons helpen door ons te vertellen wie het zijn. We hebben beelden van de mannen en we hopen natuurlijk dat ze herkend worden. Dus ja, weet u wie het zijn, laat het weten. Maar heeft u andere informatie die ons kan helpen in dit onderzoek, dan horen we dat uiteraard ook graag. Dus wie zijn deze twee mannen? Tips zijn welkom. Bel 0860 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000.